Beste kijkers, welkom bij een nieuwe video. Leuk dat jullie weer kijken trouwens. Ik kom net terug uit Amsterdam. Net heerlijk gegeten. Maar voordat we beginnen, het outfitje van vanavond. Wat ik aan heb is een overcoat van de Suitsupply, anthracite grijs, lekker basic. Daaronder draag ik een pak, een krijtstreep, Suitsupply. Daaronder draag ik een wit shirt. Ook weer lekker basic, altijd goed, van Profomo, dasje is ook van Suitsupply wat ik draag, hieronder draag ik loafers, van niet van Suitsupply, die zijn van Auger, ja vergis ik me daar even bijna in mijn eigen outfit, sjaal, ja volgens mij van mijn vriendin gejat, cashmere wool, wol cashmere, horloge Omega, zoals we gewend zijn. Gouden ringetje als detail. Maar goed. Misschien leuk om te weten over de jas. 100% wol. Pak is ook 100% wol. Ik deel gewoon geen synthetische materialen in mijn kleding. Ten eerste gaat het heel erg kreuken. Ten tweede gaat het heel erg warm zitten. Op een hele onaangename manier. Gaat gewoon, ga je gewoon heel erg transpireren en het niet aandoen, zeg maar. Kijk, wol is natuurlijk wel warm. Maar het zijn gewoon haren, dus natuurlijk materiaal. Ja, dus dat heeft heel veel voordelen ten opzichte van synthetische materialen. Dat je dan bijvoorbeeld in de auto gaat zitten, of tegen een stoeltje aan gaat zitten überhaupt, met je rugband van het pak of de jas. Je gaat allemaal kreukels erin en je krijgt er nooit meer uit. Dus dat is gewoon een no-go. Ja, het is trouwens echt super warm hier binnen, want ja, ik ben hartstikke warm gekleed ook, omdat het natuurlijk buiten opeens vriest. Het is nu oktober en ja, overdag is het nog lekker, maar 's avonds is het weer koud. Dus ja, even die dingen uitdoen. Dus ben ik helemaal kapot hier op. Ja, nu ik toch dat pak laat zien, kan ik er net zo goed even over gaan vertellen. Het is een stof van de wever Vitale Barberis, dat is een Italiaans wever. Staat garant voor kwaliteit. Kissing buttons, open trenches. Super 120 weving, valt soepel om het lichaam de stof. Niet te kwetsbaar, maar wel dat het gewoon mooi valt. Ja, het pak is van Suitsupply. Dat is gewoon de laatste jaren echt mijn merk, omdat als ik een maatje 44 koop, dan laat je al pas vorm slim fit. En dan heb ik in principe helemaal bijna niks aan te veranderen, alleen de lengte van de broek. En de voetwijdte iets versmallen. Maar that's it. Jasje is altijd in één keer goed. Band goed. Ja, gewoon top. Dus waarom moet ik doen als het makkelijk kan? Vonden jullie de video leuk, leerzaam en interessant? En willen jullie meer zien? Vergeet je dan niet te abonneren op mijn kanaal. Want er gaan nog veel meer video's komen. Wat betreft outfits, stijl, voeding, training. De hele mikmak. En vergeet ook vooral niet even een blauw duimpje omhoog te doen natuurlijk. Goed dat jullie hebben gekeken. Tot de volgende video.